Maar dat zijn gevaarlijke landen. Maar jongens, ook Denemarken. Wat doen we met Wesley Sneijder? Dat wou ik even weten. Die heeft heel erg ter discussie gestaan in de herfst. Gedrag was vervelend. Vertel er eens wat over. Wat wil je weten? Nou, de waarheid. Ja, maar dit is zo'n... Echt, dat is echt onzin. Kijk, ach, cool. Nee, dat was ik. Luister, ik was zelf ook niet de makkelijkste. En Wesley is een jongen die... die is niet één keer over scheef gegaan in mijn tijd bij het Nederlands Elftal. Nog niet één keer. Ze ergen zich kapot. Nee, die hele... Ga nou niet jokken, kom op. Wat nou jokken? Hij heeft ter discussie gestaan. Nou, moeten we de persvoorlichter erbij halen? Nee, die heeft niet ter discussie gestaan, Sneijder. Je wilt ter discussie. Nee, dan zou ik dat wel weten. En ik ben degene die dat besliste, Hugo. Ga jij nou zeggen dat Wesley Sneijder in de herfst niet ter discussie heeft gestaan? Nee. Dat zijn gedrag jou kan bekoren? Nee, dat zeg ik toch helemaal niet? Maar jij insinueert iets. Insinueert. Nee. Dat is gewoon zo. Wesley Sneijder is gewoon er is alleen een gevaar. Zo hebben jullie dat aangeduid. Frank de Boer, de persvoorlichter. Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daar? Eindeloze gesprekken gevoerd. Zou je Frank erbij moeten halen? Eindeloze gesprekken? Ja, jij niet. Dat vind ik zo verbazend. Gesprekken worden gevoerd door Kees Jansma, door Frank de Boer. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is zo. Je bent gewoon heel slecht geïnformeerd. Nee, dat is niet zo. Dan gaan we zo zijn. Dus Kees Jansma erbij halen. Ja, dan halen ze er allemaal maar bij. Je bent gewoon heel slecht geïnformeerd. Nee, dat is niet zo. Dan moet je niet gaan scoren hier op televisie. Nee, je wil helemaal niet scoren. Dus Wesley Sneijder gaat 100% mee. Die staat nu ineens niet tegen. Dat zeg ik allemaal niet, jongen. Ik zeg over geen enkel schrijven. Nee, precies. Maar nou trek je weer terug. Nu zeg je dat hij niet ter discussie staat. Jij moet dingen insinueren die totaal niet waar zijn. Jij bent gewoon heel slecht geïnformeerd. Nee, jij jokt. Jij jokt. Wesley Sneijder stond ter discussie. Het is niet te geloven. Ik kan jou recht in de ogen kijken, maar jij bent Nou, ik ga even een anekdote vertellen. Jij bent slecht geïnformeerd. Ik ga even een anekdote vertellen. Wat bijvoorbeeld kwaad bloed heeft gezet in de selectie. Wat is het? Wesley Sneijder staat bij het ontbijt. En die zegt tegen Piet Veldhuizen, wat verdien jij nou, Piet? Arme Piet, die zegt, 4 ton. Goh, zegt Wesley Sneijder, dan verdien ik 20 keer zoveel. Misselijke opmerking natuurlijk. Heel veel mensen hebben de aanstoot aangenomen. Ook daar. Dat verhaal zou je ongetwijfeld bekend zijn, maar je zal het wel weer ontkennen. Nou, dat is dus aan de lopende hand is dat aan de gang. Lopende hand. Aan de lopende band aan de gang. En noem er nog eens een hoop van dat soort voorvallen. Nou, Robin van Persie ergert zich ook. Gebeurde wel eens vaker dat soort dingen. Je kunt natuurlijk ook van een mug een olifant maken. Want de wedstrijd waarbij Wesley zogenaamd... Maar jij vergoelijkt het allemaal, vindt nee, prima. Nee, ik vergoelijk helemaal niks, jongen. Want die spelers horen echt wel dat soort dingen van mij. Maar dat die te vroeg het stadion zou zijn uitgegaan. Het is een complete onzin. Het is de ideale prof, Bert. En hij gaat lekker mee. Maar nou probeer jij te scoren. Nou probeer jij te scoren, omdat je het niet... Nou ja, omdat jij jokt. Nee, ik hou er niet van. Nee, ik ben goed geïnformeerd. Ik weet dat Wesley Sneijder gewoon de nagel aan sommigen de doodkist is. Ik denk dat jij nu op je woorden moet passen. Je moet gewoon niet zeggen dat ik jok. Maar je moet echt op je woorden gaan passen nou. Bert. Nou, helemaal niet. Je lippen beginnen te trillen, Bert. Dat zie ik. Let me goed luisteren. Jij jokt. Jij moet echt dat durf ik te zeggen. Nee, jij jokt. Nee, maar Hugo, we hebben wel allemaal gezien als voetballiefhebber en voetbalkijker... Ja. Dat Wesley zich af en toe in het team irritant gedraagt. Ja. Lichaamstaal. Ja. Dat zie jij ook, dat ziet Hugo. Dat zie ik ook. Ik ken Wesley heel erg goed, want ik heb hem vanaf 10 jaar bij Ajax gehad. En het komt uit een fantastische familie. Maar ik denk wel dat het heel moeilijk te coachen is. Deze jongen gaat nu met Jolante, hij zit in Milaan, hij zit in een hele andere wereld. Het is een hele goede speler, hij hoort normaal gesproken ook te spelen, vind ik. Maar probeer zo'n jongen maar in gereel te houden. En dat is voor jou... Dit is al wat anders. En dat is voor jou... Hij zegt het wat zachter dan ik. Nee, dat is helemaal niet zachter. Hij is een potentiële splijtswam. Dat zeg ik. Veel nuanceerder. Maar dat hebben we allemaal kunnen zien. Ik ben er niet voor de nuance, Bert van Marwijk. Je moet echt ophouden, jij. Ik hou niet op. Er is niet één speler... Er is niet één speler die tot nu toe over de scheef gegaan is. Nou ja, dat geloof ik ook. En ook Wesley niet. En trouwens, als je zo... aan dat gedrag jij vindt een beetje, weet je, dat verhaal kleine normaal. Beetje zo... Jij vindt dat verhaal normaal, wat ik vertel over Piet Veldhuizen. Vind je dat niet denigrerend? Ik zit hier om een verhaal te doen, maar ik zit niet hier om die onzin van jou aan te horen. Echt onzin? Dat is arrogant. Ik ben gewoon goed geïnformeerd. Jij bent slecht geïnformeerd. Nee, ik ben goed geïnformeerd. Jij denkt dat je goed geïnformeerd bent. We gaan het zo dadelijk... Hier zit Kees Jansma in de kaart. Kom, we gaan het daar met Kees Jansma eens over hebben. Jokke Brok. Nee.